goedemiddag in Nederland. Alle uitgenodigden van de pers en anderen bij het Aruba-huis. Ook alle aanwezigen hier op Aruba. Ik zit voor u met zeer gemengde gevoelens. Het is voor een politicus en een persoon die zijn politieke carrière heeft geïnvesteerd in de relaties met het Koninkrijk een zeer pijnlijke moment om op deze manier in confrontatie te zijn gekomen met Nederland en het Koninkrijk. In de laatste jaren van mijn politieke carrière heb ik tegen veel cynisme en negativisme van vele politieke leiders, kamerleden, statenleden, zowel aan beide kanten van de oceaan, altijd hard gestreden om mensen te overtuigen dat het Koninkrijk best zou kunnen functioneren. Als wij gezamenlijk zouden zoeken naar wat ons bindt, als wij gemeenschappelijke doelstellingen zouden kunnen definiëren om het Koninkrijk een nieuwe basis te geven. Niet het oude, een verplichting van Nederland om te zorgen voor de eilanden omdat zij ooit kolonies zijn geweest. Wij geloven niet meer in een koninkrijk gebaseerd op je tijd. Het koninkrijk moet gebaseerd zijn op win-win mogelijkheden. Op de strategische ligging van Nederland in Europa en onze eilanden hier dichtbij opkomende markten in Zuid-Amerika. Ik heb deze gedachte van het eerste moment dat ik in het parlement ben getreden tot het moment dat ik minister-president ben geworden, hartstochtig naar voren gebracht en ook verzorgd dat dat geresulteerd is in vele, vele initiatieven. Opdat wij vandaag kunnen praten van een nieuwe momentum binnen het Koninkrijk, totdat hetgeen gebeurde de laatste dagen. Aruba werd gezien als het model voor hoe je binnen het Koninkrijk samen kan werken. Niet alleen de positieve opstelling, maar ook de nieuwe ideeën van hoe kun je zorgen dat zo'n klein eiland aan de voordeur van Zuid-Amerika de huisvesting wordt voor TNO, voor Schiphol, die onze luchthaven op Aruba managt en daar veel winst aan maakt. Voor KLM, die een knooppunt aan het ontwikkelen is op Aruba. Voor Rietveld Academie, die zich op Aruba gevestigd heeft, mede op grond van deze visie, van deze zoektocht naar wat ons kan binden en waar er win-win kansen zijn. Voor de scheepvaartschool van Rotterdam, die nu ook recentelijk op Aruba, ook op basis van deze initiatief is begonnen met een pilot project. Studenten uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika komen naar Aruba en krijgen hier colleges in scheepvaart, waarvoor ze eerst naar Nederland moesten. Dat geeft Scheepvaartschool Rotterdam een enorme concurrentiepositie. We hebben over zoveel andere mogelijkheden gedroomd en werken daar zo hard aan ook. Het heeft ons daarom ook gehoord, maar ook verbaasd dat deze ontwikkeling en de rampkoers die Nederland heeft gekozen deze richting uit is gegaan. En Aruba vraagt niet om geld. Onze visie van wat de meerwaarde is van het Koninkrijk heeft niks met geld te maken. We hebben nooit gevraagd voor schuldsanering, met alle respect voor de andere landen binnen het Koninkrijk. We hebben ons handje nooit opgehouden om Nederland te vragen om ons in welke van de crisissen die Aruba in haar korte geschiedenis ook heeft meegemaakt. Nog in 1985, toen de olieraffinaderij voor het eerst sloot en Aruba van dag tot nacht, of van nacht tot dag, meer dan 50% van haar inkomen verloor, zijn we niet naar Nederland gegaan voor enige schuldsanering of enige cadeau. We hebben het altijd zelf gedaan, op basis van het potentieel van onze gemeenschap. De daadkracht van de Arubaan, de visie van de Arubaan en ook de betrokkenheid van de Arubaan met deze eiland. En dat is het enorme verschil van hoe wij ook de ontwikkeling zien
van de laatste jaren na de crisis. Net zoals Nederland heeft Aruba de crisis van 2008 en 2009 meegemaakt. Op Aruba was er zelfs sprake van de rating agencies van een perfect storm. Want gelijktijdig met de wereldcrisis en al haar effecten hebben wij ook de sluiting van onze olieraffinaderij meegemaakt. Een terugval van 15% in onze bruto nationaal product. Dat was ook de startpositie van mijn kabinet in 2009. Min 15% BNP, een werkloosheid van 12%, een teruggang in toerisme en een totale verpaupering, zowel fysiek als sociaal op het eiland. Met veel toewijding en misschien met een visie dat anders is dan die van premier Rutte. En ik denk dat de politiek en ook de prioriteiten die ieder gemeenschap zet, daar de ruimte voor moet laten. In vele landen worden onder deze omstandigheden of gekozen voor een beleid waarbij de overheid de economie stimuleert, de koopkracht ondersteunt en een stip op de horizon zet voor de toekomst. En anderen richten zich soms heel zelfs met obsessie op budgetverkorting, op austerity en bezuiniging. En zoeken op die manier hun weg uit de crisis. Beide modellen worden in de wereld toegepast. En beide modellen zouden misschien ieder op haar manier passen bij bepaalde landen en bij bepaalde ontwikkelingen. Voor Aruba, op het moment dat ik aantrad met een economie met min 15% BNP, met sociale verpaupering, fysieke verpaupering, steden in verpaupering, wijken in verpaupering, de product Aruba had heel erg noodzakelijk een verbetering, was aan een verbetering toe. Dus wij zagen dat midden in zo'n crisis je niet nog eens kan gaan bezuinigen en sterk kan hervormen. We hebben gekozen voor het beleid van investeren in onze economie. Investeren in onze mensen, investeren in het product Aruba, zodat wanneer de wereldcrisis voorbij is, er een beter product staat. Mooier, schoner, veiliger. En deze visie heeft ook gewerkt. Aruba heeft de laatste 4-5 jaren geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing, in wijkenvernieuwing, in koopkrachtverbetering van de minst bedeelden, invoeren van reparatietoeslagen, van schoolkindertoeslagen, van steun voor de minst bedeelden om niet nog verder armer en te verloederen in de crisis die wij in 2009 aantroffen. En met dit beleid hebben wij niet een andere schuldpositie dan die van Nederland. Toen wij aantraden, net direct na de crisis in 2009, was de schuldquote van Aruba rond 45%. En in 2013 is het 73%. 45% 2007, 8, 9 naar 73%. Dezelfde ontwikkeling die Nederland ook heeft meegemaakt. Daarom, wanneer wij al deze ontwikkeling zien van een bijzondere bezorgdheid van Nederland ten aanzien van de Arabaanse ontwikkeling, kunnen we dat niet plaatsen. Want we hebben niet alleen maar eenzelfde schuldquote, maar wat ons toch differentieert van de positie van Nederland en met alle respect ook van de andere eilanden in het Koninkrijk. Aruba heeft met al haar investeringen in de kwaliteit van het product, in wat ons het resultaat van Aruba, haar aanpak, zo anders heeft laten ontwikkelen, is ook evident vandaag en wordt ook erkend door Standard & Poor's en anderen. Aruba heeft een economische groei nu van 3%. Van min 15% naar 3% plus GDP ontwikkeling. Van een werkloosheid tussen 11 en 12% hebben wij nu een werkloosheid van 6,7%, volgens mij zelf lager dan Nederland. Onze toerisme is meer dan 23% gegroeid van 2009 naar 2014. De koopkracht van de toeristen
is enorm gegroeid. De besteding van de toeristen zijn enorm gegroeid. En het product Aruba, die wij nu hebben neergezet met de investeringen, is een product dat internationaal wordt gezien als een product dat zoveel sterker is in het Caribisch gebied dan de andere. Omdat wij geïnvesteerd hebben in openbare ruimte, in stedelijke vernieuwing, in wijkenvernieuwing, maar ook in sociale rust. Want alles wat wij gedaan hebben, hebben wij ook gedaan met de invoer van een heel goede voorbeeld van Nederland, het poldermodel. We hebben het sociaal dialoog op Aruba ingevoerd. En met het sociaal dialoog hebben wij veel ook hervormingen kunnen bereiken. In ook die periode dat wij hebben gekozen om te investeren, hebben wij ook gelijktijdig de pensioenen en de ziekteverzekeringen die niet konden wachten, hervormd. En dat hebben we in goed overleg gedaan met 5, 6 akkoorden met onze sociale partners over vele onderwerpen die zoveel arbeidsrust en zoveel stabiliteit hebben gebracht naar Aruba. Wij verbazen ons daarom ook als je kijkt naar deze enorme groei. Als je kijkt naar deze enorme verbetering van kwaliteit. En als je weet dat Aruba door internationale organisaties zoals Carbon War Room wordt omarmd. Dat Aruba als voorbeeld wordt neergezet door vicepresident Al Gore als de model van duurzame ontwikkeling. Dat wij in partnership met een zeer goede vriend die ons verlaten heeft, Wiebe Ockels, het hele duurzame concept van een duurzame samenleving zo sterk hebben kunnen neerzetten op Aruba, maar ook als voorbeeld voor de wereld, verbaast het ons nog meer de houding die wij vandaag ervaren vanuit Nederland. En het is heel bijzonder om te zeggen dat Aruba deze economische herstel heeft kunnen meemaken, omdat wij juist ook gekozen hebben voor een moeilijke traject. We hebben niet gekozen om wat voor Aruba makkelijker zou zijn geweest, want het is altijd een dormant potential van Aruba, om heel snel onze toeristenindustrie uit te breiden. Veel meer hotels te bouwen en veel meer capaciteit in de hotelindustrie te verbreden. We hebben gekozen voor een duurzame ontwikkeling, waar wij een betere verband kunnen leggen tussen welvaart en welzijn. Want onze keuze was niet SEC, economisch herstel, maar onze keuze was om te kunnen garanderen dat het model die wij voor Aruba kiezen ook als resultaat zou hebben dat welvaart wordt vertaald in welzijn. Zoals ik heel vaak zeg, we hebben niet aan alleen 5-sterren hotels. We moeten ook 5-sterren scholen hebben, 5-sterren weken hebben, 5-sterren zorg voor ouderen en voor iedereen op onze eiland. En dat is ook wat wij gedurende de laatste 4-5 jaar op Aruba hebben bereikt. Het product en de kwaliteit van het product is zo enorm verbeterd dat wij veel sterker staan dan vele anderen in onze regio. En dat wij ons ook heel sterk kunnen vergelijken met Nederland en zeker onder onze andere partners in het Koninkrijk. Wij hebben ons daarom ook enorm ingezet op het moment dat wij konden constateren dat men in Nederland een ramkoers had uitgezet om de confrontatie aan te gaan met Aruba. Nederland mag zich zorgen maken over financiën van Nederland en anderen. En wij stonden daar open voor. We hebben gezocht naar een harmonisch model van vrijwillige samenwerking. De begrotingspolitiek is het meest dierbare wat wij hebben. Het is op basis van de zelfstandige begrotingspolitiek die Aruba kan voeren, dat wij elke keer weer kunnen intappen op het potentieel van onze eigen mensen. Wij weten wanneer we gas moeten geven. Wij weten wanneer we gas terug moeten nemen. Omdat wij het potentieel van ons eiland kennen. En het is ook bewezen dat Arubanen daartoe in staat zijn. We hebben zoveel crisissen weten te overleven om op het juiste moment te investeren of op het juiste moment te bezuinigen of op het juiste moment te hervormen. Wij kunnen deze belangrijke vrijheid die we hebben met onze staatsapartheid nooit prijsgeven. Anders geven wij ook prijs het geluk van onze mensen. Want wij denken niet, en we hebben ook ervaring uit het verleden, dat anderen onder zulke omstandigheden even goed als ons kunnen inzien waar het potentieel van Aruba ligt. En we zijn daarom ook in overleg gegaan met de Nederlandse regering om te kijken waar de zorg over het financiën van Aruba
comfort gegeven kon worden op een manier dat wij samen met Nederland in alle vrijwilligheid commissies konden vormen om te kijken en de benchmarks uit te stippelen van hoe wij verder zouden werken aan de hervorming en de bezuinigingstraject die met mijn tweede kabinet was herstart. We hebben ook heel duidelijk ingegrepen. In de begroting 2014 is de begrotingstekort gebracht van 8% naar 4%. De trajecten voor de volgende jaren brengt ons al naar 1,7% begrotingstekort in 2017 en de jaar erop hoogwaarschijnlijk tot een balanced budget. We hebben al die informatie gedeeld met Nederland. De cijfers zijn openbaar, zijn bij de centrale bank, ze zijn in de begroting, ze worden overal gepubliceerd. Toch moesten wij constant constateren dat er koet de behoefte bestond bij de Nederlandse bewindslieden om een CFT-model voor Aruba in te voeren. Hetzelfde model als ze voor Curaçao en Sint Maarten in 2010 is ingevoerd. Met het verschil dat wij niet voor schuldsanering vragen. Nederland misschien, terecht, heeft aan Curaçao en Sint Maarten gezegd van als ik 4 miljard aan jullie schulden betaal, dan wil ik wel een heel sterke greep hebben op jullie financiële ontwikkeling. Wij hebben nooit om geld gevraagd en we zullen ook nooit om geld vragen. En met deze ervaring weet ik het zeker dat niet ik alleen nooit om geld zal vragen, maar ik denk dat de generaties na mij ook nooit richting Nederland zullen kijken om geld. Voor ons is het om de samenwerking, het inbedding binnen het Koninkrijk, wat we samen kunnen doen. We hebben zelf ingezien, en dat hebben onze voorouders al heel lang geleden ingezien, dat bepaalde aspecten beter beschermd en gewaarborgd zullen zijn in een bredere samenwerking. Daarom hebben we ook gekozen voor defensie binnen het Koninkrijk, voor nationaliteit binnen het Koninkrijk, voor ons rechtssysteem dat gebaseerd is met toegang tot het cassatie. Ook buitenlandse betrekkingen is een belangrijke samenwerkingsdossier van de landen binnen het Koninkrijk. Maar wanneer het betreft onze eigen economie, onze eigen budget, ons eigen onderwijs, onze eigen cultuur, dan kan het niet anders dat wij er zelf over moeten beslissen. En daarom is het voor ons ontoelaatbaar en we zullen dat ook nooit accepteren en vandaar ook de hongerstaking. Want de ingreep die Nederland heeft gedaan, eerst door de gouverneur op onrechtmatige manier te instrueren om de begroting van Aruba te gijzelen en daarna in de Rijksministerraad een besluit te nemen op een onderwerp dat puur een autonome onderwerp is van Aruba en dan nog in een procedure en met een proces dat helemaal in strijd is met dezelfde regels die wij moeten hanteren binnen het statuut. Er is een maatregel genomen in de Rijksministerraad zonder de mogelijkheid voor intern appel. De gevolmachte minister die ik voor mij zie in Aruba-huis heeft gevraagd voor een intern appel. Dat is niet een gunst. Dat is een recht wanneer er ingegrepen wordt in een landelijke bevoegdheid. Die is geweigerd. De gebouwmachtige minister heeft ook gewezen op de eis dat de Raad van State gehoord moet worden. En dat is ook geweigerd door de minister-president Rutte als voorzitter van de Rijksministerraad. Ondertussen blijft de instructie van Den Haag voor de gouverneur van Aruba om niet te tekenen. De onrust neemt toe op Aruba. De spanning met het Koninkrijk, waarvoor ik zelf zoveel heb ingezet om te zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons deelt, neemt nu een heel negatieve ontwikkeling. Wij hopen dat in de komende periode hierin heel snel een omslag kan komen. De vragen die gesteld zijn in de Kamer deze dagen van de CDA-fractie en D66 geven een duidelijke indicatie dat ook in Den Haag, Nederland, men tot de bewustzijn is gekomen dat de manier waarop Aruba wordt behandeld en de wijze waarop getreden wordt met de procesregels binnen het eigen koninkrijk, dat dat niet toelaatbaar is. Het systeem van burger enchanteren en gijzelen, dat past niet bij de rechtsstaat, het koninkrijk. Wij hopen dat deze ontwikkelingen, die nu ook ondersteund worden door staatsgeleerden, zoals meneer Van Rijn, die ik ook denk te zien in de zaal, die u ook te woord kan staan vandaag
om u uit te leggen, om u informatie te geven over hoe onrechtmatig de besluiten zijn die in de Rijksministerraad genomen zijn en de gijzeling van de begroting van Aruba is. Ik hoop van harte dat het delen van deze informatie met u en de Nederlandse bevolking een kentering kan brengen in deze zeer slechte ontwikkeling. Ik neem niet zo'n besluit om schade te brengen aan mijn eigen gezondheid en mijn eigen leven in gevaar te brengen als ik dacht dat er een andere manier was om dit probleem op te lossen of om dit probleem de aandacht te geven die het moet krijgen. Ten eerste binnen het Koninkrijk, maar als moet ook internationaal. Want ik heb niet één dag, maar maanden geprobeerd, samen met veel goede vrienden van Aruba in Den Haag, ex-ministers, ex-kamerleden, huidige kamerleden, een paar ministers van het kabinet, om de heer Rutte en minister Plasterk te overtuigen om niet deze ramkoers te kiezen. Maar er is toch voor gekozen. En het gewoon een oproep doen, nogmaals op goodwill of begrip en ook voor wat rechtvaardig is, leek mij naar al deze pogingen en inspanningen niet meer te zullen werken als ze niet op een heel duidelijke manier aangeven dat dit over my dead body zal gebeuren. Omdat het autonomie van Aruba, daarvoor hebben generaties van onze gemeenschap gestreden. Mijn grootvader en vader hebben hun leven gegeven voor deze strijd. De autonomie van Aruba, zoals die verankerd is in statuut, is precies wat Arubanen willen in heel hoge percentage. Niet meer en ook niet minder. En vandaar ook dat wij vandaag ons zo getroffen voelen door de positie die de Nederlandse en de Koninkrijksministerraad heeft genomen. Daarmee wil ik mijn statement voor vandaag beëindigen en uw vragen beantwoorden. Dank u zeer, president Heeman. U kan over vragen op voor en zeg uw naam en uw medium. Goedendag, meneer Heeman. Niels Richter van de Telegraaf. Nou, we kunnen in elk geval vaststellen dat de hongerstaking uw redenaarskunst niet heeft aangetast. Ik heb een vraag, want u had het over de begrotingspolitiek, dat u eigenlijk alles waard is en zelfs wel uw gezondheid. Maar er is natuurlijk een manier om dat wel in eigen hand te houden en daar hoor ik u niet voor pleiten. Om uit het statuut te stappen en bijvoorbeeld een gemeenebest te vormen. Waarom pleit u daar niet voor? Binnen het statuut wordt nu de begrotingspolitiek als autonome aangelegenheid gezien. Dus wij hoeven niet uit het statuut te treden om die autonome bevoegdheid erkend te krijgen. Wat wij moeten doen is zorgen dat wij volgens de regels van het statuut het koninkrijk verder regeren. En wat wel heel belangrijk wordt, en u raakt inderdaad een punt dat voor het voortbestaan van het Koninkrijk wel heel belangrijk is, is dat op dit moment het heel duidelijk is geworden dat het ontbreken van een geschillenregeling, een soort constitutionele hof, waar we naar onze meningsverschillen en onze interpretatiegeschillen kunnen voorleggen, dat dat een enorme gebrek is. De Rijksministerraad is akkoord gegaan in 2009, toen wij ook akkoord gingen met de staatspartij van Curaçao in Sint Maarten. Ik was er zelf bij, hebben wij voorgelegd dat er wel een geschillenregeling moest komen. De Rijksministerraad heeft dat goedgekeurd. Daarna is ook in de Tweede Kamer, in een brede kamerzitting, waarbij ook Arubaanse en Antilliaanse leden aanwezig waren, ook motie aanvaard om een geschillenregeling in te voeren. Maar Nederland weigert nu die geschillenregeling in te voeren. En ik denk dat een van de lessen die wij kunnen leren uit wat is gebeurd is de laatste dagen met alle onrechtmatige besluiten die genomen zijn, de heer Van Rijn kunt u daar verder over voorlichten, dat er een geschillenregeling zal moeten komen. U had het even over de regels van het statuut. Suggereert u nou dat deze ingreep niet volgens de regels is? Excuus?
U had het over de regels van het statuut. Dat de begroting, de toezicht erop, volgens de regels van het statuut moet worden uitgevoerd. Suggereert u daarmee dat de ingreep van Nederland niet volgens de regels van het statuut is? Dat is correct. De ingrepen waren allemaal onrechtmatig. De instructie aan de gouverneur, waardoor de gouverneur de begroting heeft aangehouden, dat is onrechtmatig. De begroting heeft volgens alle regels, de gouverneur heeft volgens alle regels de bevoegdheid, hetzij de begroting te tekenen. En dat is zijn taak, dat is zijn landstaak, dat moet hij doen. En als hij denkt dat de begroting, en dat zal bijna ondenkbaar zijn, maar stel je voor dat hij zou denken dat de begroting een gevaar zou zijn voor het koninkrijk, dan zou hij de begroting kunnen voorleggen ter vernietiging aan de Rijksministerraad en dan moet de Raad van State gehoord worden. Men heeft die procedure ontlopen en men heeft de gouverneur in een positie gezet om in een soort grey area de begroting te gijzelen zonder die te tekenen en zonder die voor te leggen tot vernietiging door de Rijksministerraad. Ik begrijp het, want de Rijksministerraad zou dat nooit kunnen vernietigen, omdat de Raad van State daarbij zou adviseren. En een begroting waar je gaat van een tekort van 8% naar 4%, waar er grote hervormingen zijn, kunnen nooit een gevaar zijn voor het Koninkrijk. Het is juist een ontwikkeling die ook door Standard & Poor's is geprezen als een positieve ontwikkeling die Aruba ook nu op het financiële gebied heeft ingezet. Misschien moet ik nog één vraag stellen. Ik ben nu in de hongerstaking. Tot hoever bent u bereid te gaan? U had het over uw gezondheid. Bent u bereid om hiervoor te sterven? Ja. Ja. Goedemiddag, ik ben Frank Hendricks van het Algemeen Dagblad. U kunt zich misschien voorstellen dat vanuit Nederlands perspectief het nogal een drastische stap is om in hongerstaking te gaan voor iets wat een onderzoek lijkt van enkele weken naar de begroting. Nu heb ik ook gelezen een artikel van meneer De Vries, meen ik, van de voormalige lid van de Centrale Bank in Aruba, die zegt dat dit een rookgordijn is. En dat u eigenlijk deze affaire aangrijpt omdat u niet verantwoordelijk wil zijn voor de toch enorme bezuinigingsoperatie die nu moet gaan volgen in Aruba. Kun je daarop reageren? Ja, het zou wel een heel extreme rookgordijn zijn. Ik sta niet bekend voor het zoeken van rookgordijnen. Dit is een enorme verkrachting van de Arubaanse autonomie. Wat hier gebeurt is niet gewoon dat we een commissie instellen, maar de hele opzet is om het budgetrecht van Aruba te ontnemen. Om het te organiseren zoals men dat voor Curaçao en Sint Maarten heeft gedaan. En voor Aruba is dat ontoelaatbaar. Het weggeven van het budgetrecht van Aruba is zo'n enorme inperking van de staatspartij dat niet meer past bij de idealen van Aruba. En daarvoor zijn we bereid tot alle extremen te gaan. U zei ook eerder, wij hebben nooit geld gevraagd. Ja. Maar het klopt toch wel dat u wel graag goedkoper wil lenen met Aruba, dat u daar toch ook Nederland voor nodig heeft? Nou, we hebben vorig jaar met Nederland een overeenkomst gesloten waarbij we hebben gezegd als Aruba ooit een beroep wil doen op een soort 2% regeling wat Nederland goedkoop kan lenen, dat wij moeten voldoen aan internationale normen, zoals 3% begrotingstekort, et cetera, et cetera. Dat zijn internationale normen. Ook wanneer wij op de internationale markt gaan, is de resultaat van onze begroting en onze financiële situatie doorslaggevend voor de rentelast. Dus dat is ons niet vreemd, dat als wij een veel kleiner tekort hebben, een beter groeiende economie, dan lenen we voor minder dan wanneer wij een groter tekort hebben en minder groeien in de economie. Dat hebben we ook kunnen zien over de jaren. Dus het gaat ons gewoon om internationale benchmarks. Als wij daaraan voldoen, dat wij op de internationale markt, en als Nederland daartoe bereid was, dan zouden we dat graag doen. Maar gezien deze ontwikkelingen en het context waarbinnen dan zoiets
geplaatst zou kunnen worden, want dat speelde nu niet het geval. We hadden niet gevraagd voor een zachte lening of een goedkope lening. Het was puur een ingrijpen vanuit Nederland vanwege de obsessie om op Aruba een CFT in te voeren. Minister-president Rutte heeft natuurlijk eerder al eens aangegeven, hè, dat ja, Aruba of andere voormalige, ja, andere onderdelen van het Koninkrijk, ja, uit het Koninkrijk kunnen stappen als ze dat willen. Verwijt u het eigenlijk ook, minister-president Rutte persoonlijk, hè, dat, het nu, ja, dat we nu in deze situatie zijn beland in het Koninkrijk? Ja, dat zou makkelijk zijn. Als wij bij zo'n botsing, hoe erg het ook is, dat wij de conclusie moeten trekken dat we het Koninkrijk moeten ontbinden. Ik wil niet zeggen dat als dit zo verder doorgaat, en ik zeg dit in alle nederigheid, Aruba was voor het Caribisch deel van het Koninkrijk de beacon of hope voor het functioneren van het Koninkrijk. Men keek naar Aruba, men keek naar mij, mijn opstelling van laten we zoeken naar wat we kunnen doen met het Koninkrijk. Laten we bewijzen dat het Koninkrijk kan functioneren. Aruba stond daar centraal voor. En zo'n confrontatie en zo'n breuk in vertrouwen en relatie raakt dan natuurlijk niet alleen de positie van Aruba, maar in alle andere delen van het Caribisch Koninkrijk creëert het een enorme opschudding en ook een grote vraag. Als Aruba zelf met haar opstelling en de positie die ze altijd heeft ingenomen en ook de harmonieuze wijze waar wij altijd hebben gezocht naar oplossingen en invulling van de relaties, als Aruba zelf zo in zo'n padstelling in passen komt, dan is dat inderdaad een heel fundamentele vraag die gaat rijzen over waar ligt er voldoende draagvlak voor het voortbestaan van het Koninkrijk. En daarom ook dat ik niet heel snel zal grijpen aan de conclusie dat deze impasse het einde van het Koninkrijk moet betekenen. Daarom dat ik ook hier zit om u en anderen te proberen te overtuigen dat meneer Rutte en anderen een foute beslissing hebben genomen. Niet alleen maar fout strategisch gezien, de relatie met Aruba, et cetera, maar ook gewoon procedureel heel, heel erg fout. En dat ook iets is dat niet alleen ik bezorgd over moet zijn, of Aruba, maar ook u in Nederland. Want het gaat over rechtsstaat, het gaat over procedureregels volgen. En het kan best zijn dat het gaat over een klein eiland en dan misschien net voor het reces, dan zou je dat nog kunnen doen. Wie merkt dat dan nog op? Als alle procedures gewoon met voeten worden getreden, zoals die gebeurd zijn. Maar dat betekent dat wij in het Koninkrijk, en de Nederlandse regering en Nederlandse ministers, zouden bereid zijn om, als het niet te veel stof doet opwaaien, dan misschien minderheden of andere organisaties of een ander belang die misschien niet zo snel opgemerkt of waarvoor niemand zou opstaan, op deze manier zouden behandelen. En dat zou betekenen dat de belangrijke regels van een rechtsstaat niet alleen nu in opspraak komen in de relatie Aruba-Nederland, maar ook in Nederland men zich daarover zorgen moet maken dat minister-president Rutte bereid is om te zeggen van u krijgt geen intern appel gewoon, maar minister, maar het staat gewoon in de regels dat hij intern appel moet krijgen. Er komt geen advies van de Raad van State, maar het is een vereiste dat er een advies komt van de Raad van State. Dat dat mogelijk is in de Nederlandse ministerraad en de Rijksministerraad, daar zou u meer zorgen over moeten maken dan ik. Nou, meneer. Hi, goedemorgen bij jullie. Ik ben Emily van Outeren van NRC Handelsblad. U noemde even de Raad van State. Toen Curaçao een aanmerking kreeg, hebben ze daar een procedure aangespannen. Wat gaat u doen anders dan niet eten? De procedure dat is ook de reden voor de hongerstaking. Omdat alle rechtsmiddelen die binnen alle geldende regels gelden in het statuut en in het Koninkrijk, die zijn gewoon met ja, machtspolitiek geweigerd door minister-president Rutte. Ik noemde dus al de interne appel en de gang naar de Raad van State. Dus we hebben ook
website. We hebben deze dagen ook brieven geschreven om dat allemaal vast te leggen. Drie brieven zijn gegaan naar minister-president Rutte als minister-president van Koninkrijks ministerraad om dat ook op schrift te stellen dat al deze regels zijn overtreden en dat de Raad van State betrokken moet worden. Maar op dit moment heeft u dus geen juridische mogelijkheden om hier een rechtelijke uitspraak over te krijgen dat Rutte hier goed gehandeld heeft of niet? Kunt u uw vraag herhalen alsjeblieft? Het betekent dat u geen juridische mogelijkheden heeft om dit aan te vechten, deze beslissing? We hopen dat de ontwikkelingen binnen de Nederlandse politiek, de regering, en dat, zo heb ik ook de vragen van CDA en D66 kunnen lezen, een vraag van uit te leggen waarom de procedures niet gevolgd zijn. Dus we hebben nog wat hoop van hoe de interne politiek in Nederland ook moet zorgen voor de checks en balances, dat de regels uiteindelijk tot hun recht moeten komen. Als wij internationaal moeten gaan, dan doen wij dat uiteraard. Maar dat is het laatste wat we willen, want dat zal veel schade toebrengen aan het Koninkrijk en de imago van het Koninkrijk. Dus u hoopt op verandering in politiek hier? U hoopt niet op een. U spant geen procedure aan? Ik hoop niet alleen, ik zet mijn leven op spel daarvoor. Ik heb wel een iets ander vraagje. U schetste zelf hoe u in uw eerste jaren als minister-president van Aruba de tekort heeft laten oplopen en waarom u dat gedaan heeft. Het is voor mij niet duidelijk, en misschien dat u het wel snapt, waarom Nederland nu besluit om in te grijpen en niet op het moment dat het uit de hand liep. Nou, het is nooit uit de hand gelopen. Het is ontwikkeld net zoals die van Nederland, van 45 naar 73%. Maar gelijktijdig met die schuldontwikkeling heeft zich op Aruba wat plaatsgevonden die misschien op Curaçao of in Nederland niet heeft plaatsgevonden. Het is een economische groei, verbetering van de kwaliteit van het product, want we hebben geïnvesteerd erin. En ook veel meer sociale rechtvaardigheid, want we hebben ook de minst bedeelden ondersteund in het proces. En we hebben geïnvesteerd in een duurzame ontwikkeling. We zijn nu al 20% alternatief. We gaan naar 40% en hopen in 2020 al 100% energie neutraal te zijn. Dus er is gekozen voor een duurzame ontwikkeling. En dat men al die jaren... Sorry? Mijn vraag is of u begrijpt waarom Nederland dit moment kiest om in te grijpen en niet het moment dat die staatsschuld opliep, want u zegt zelf die loopt nu weer terug. Dus ja. Was het niet, als ze het al hadden willen doen, niet logischer om dat eerder te doen dan nu? Nee. Waarom begrijpt u dat? We begrijpen het niet. Ik denk dat wij wel een beetje te maken hebben met de politieke conjunctuur. Kijk, de Nederlandse gemeenschap kiest politieke stroming die zij kiest. En ik zou ook nooit willen dat Nederlandse politicus bepalen welke politieke stromingen op Aruba gekozen worden. Maar u stelt me een vraag die ik toch moet relateren aan de politieke conjunctuur in Nederland. Daarmee bedoelt u als het CDA niet reageert, dan zijn ze strenger? Regeert? Nee, ik denk dat als je een zeer een rechtse benadering hebt van hoe je een sociaal-economische problematiek moet aanpakken en dat je niet kijkt naar de totaliteit, dus niet alleen maar puur op de begroting, maar de totaliteit van de sociaal-economische ontwikkeling en de duurzaamheid van de ontwikkeling, dat je heel snel dit soort opstellingen kunt krijgen van het heel geobsedeerd kijken naar de cijfers en van de financiën, los van de sociale economie, die uiteindelijk ook de financiële cijfers helpen verbeteren. En ik denk dat we te maken hebben ook met een periode waarin het Caribisch deel van het Koninkrijk niet heel hoog op de agenda staat. Oké, hartelijk dank. Dank u wel. Dank u wel, Bosman. Goedemorgen, meneer Heeman. Waarom ervaart u een onafhankelijk onderzoek niet als een steuntje in de rug in plaats van als een aantasting van uw autonomie? Wij hebben ook samen een afspraak gemaakt voor zo'n onafhankelijk onderzoek, waarbij wij zowel deskundigen van Aruba en in Nederland samen zouden laten werken op basis van de paragraaf van het statuut die het ook toelaten om op basis van vrijwilligheid ook samen te werken op onderdelen die de autonome bevoegdheid aangaan van de landen. En we waren
uiteindelijk enthousiast dat we uit die impasse waren gekomen met zo'n afspraak. Tot bleek dat bij de invulling daarvan men een andere interpretatie had dat alleen Nederland de deskundigen zou invullen en dat wij geen Arubaanse deskundigen bij mochten zetten. En toen was de laatste poging om uit deze impasse te komen ook verwerkt. Die proces is er wat misgegaan. En daarna, sorry. Tegen Wekers. Kunt u herhalen, uw vraag? Was u zelf een voor- of tegenstander van de heer Wekers? Wij waren voorstander. En ook van het opzet. Arubaanse deskundige of door een Aruba. Het was ook geen Arubaan die wij hadden voorgesteld. Het is een persoon van de IMF die vroeger ook de president was van de Centrale Bank. Die in Washington woont. Een heel bekende persoon op het gebied van monetaire en financiële ontwikkeling. En wereldbekend ook. Heer Miraan. Die hadden wij voorgesteld. En vanuit Nederland was de voorstel de heer Wekers. En op een gegeven moment ontstond er rond die samenstelling ook een spanning binnen de Nederlandse politiek. Daarna hebben wij weer overeengekomen dat we een team van deskundigen zouden aanstellen. Aruba zou deskundig voordragen en Nederland zou deskundig voordragen. Wij hadden ook gezegd van als u daarin... mensen, deskundigen van de CFT. CFT van Curaçao, maar niet als instituut, maar deskundigen daarvan. We zetten dat Nederland staat daar vrij in. De heer Plasterk heeft later in een persconferentie gezegd dat het de CFT is. We hadden duidelijk afgesproken dat dat niet het geval zou zijn. Ook waar dat fout is gegaan in de communicatie. Want mijn laatste gesprek was met minister-president Rutte. Om te komen tot de overeenkomst. En heel duidelijk dat het niet de CFT is als instituut die de onderzoek komt doen. Maar deskundigen uit het CFT mochten deelnemen. Daar gaan wij niet over voor de Nederlanders en Arubanen. En ook daarover was er een miscommunicatie binnen de Nederlandse politiek. Dat de heer Plasterk toch naar buiten kwam. Een beetje anders dan wat de heer Rutte was afgesproken, dat het CFT als instituut zou zijn die de onderzoek zou doen. Dus uiteindelijk is het stuk gelopen op het feit dat u niet de mensen in die commissie kon krijgen die u erin wilde hebben? Correct. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja. Ja, kan nog even. Goeiedag meneer Eeman. Dit is Emiel Andel van de NTR, het Caribisch Netwerk. Bent u bereid om concessies te doen? Ik denk dat een samenwerkingsafspraak zoals wij die doen op paragraaf 3 van het statuut al een concessie is. Want de bevoegdheid om te oordelen over de begroting van Aruba is een nationale aangelegenheid. Het feit dat we bereid zijn om met Nederland een afspraak te maken dat wij commissie vormen waar een Nederlandse deskundige bij zijn en Arubaanse deskundigen bij zitten om een analyse te maken van onze begroting, onze meerjarenbegroting, onze financiële ontwikkeling. Dat is al een heel belangrijke concessie, want we zijn niet daartoe verplicht conform het statuut. Maar we hebben gezegd, als er behoefte is, ook op andere onderwerpen waar wij denken van samen kunnen we misschien op betere ideeën komen, dan zijn wij daartoe bereid. Maar het moet altijd op basis van vrijwilligheid zijn. En moet ook altijd de uiteindelijke autonomie van het land op het onderwerp respecteren. En wat voor processies bent u bereid om te doen? Ik heb net gezegd, zo'n samenwerkingsovereenkomst waarbij wij niet toe verplicht zijn. Nog een laatste vraag. Een hongerstaking, ja, dat is niet niets. Heeft u dat overlegd met uw gezin? Ik heb
Niet echt. Ik heb anderhalf uur voordat wij naar de gouverneur gingen, nadat de Rijksministerraad de besluit had genomen die zij had genomen zonder dat wij appelmogelijkheden hadden, heb ik met de minister van Volksgezondheid, die ook een longspecialist is, besproken wat ik wil gaan doen. Natuurlijk heeft hij mij uitgelegd wat de consequenties zijn. Maar ik heb het besluit genomen omdat ik echt helemaal overtuigd ben dat er geen ander middel zal zijn dan bijvoorbeeld meer gewelddadige middelen die soms gebruikt worden wanneer ongenoegen zijn in landen die alleen maar schadelijk zal zijn voor Aruba. En waarom zouden wij vanwege een besluit die door de Rijksministerraad is genomen schade toebrengen aan ons eigen eiland met stakingen en demonstraties. Ik heb gedacht dat ik hiermee misschien één persoon beschadig, maar toch voldoende duidelijk maak dat dit voor ons leven en dood is. Dank u wel. Dank u wel. Ja. Komen nu nog vragen? Lokale vragenpakking. Meneer Van Rijn moest. Oké. Ik heb begrepen van de pers dat er geen vragen meer zijn. Meneer Eeman, bedankt voor uw verklaring, voor uw tijd. U mag ook het laatste woord richten naar leden van de pers. Nou, bijzonder dank dat u aanwezig bent. Voor ons is dit moment een belangrijke moment. Het is natuurlijk belangrijk dat de informatie gedeeld wordt. We hebben vertrouwen. We hebben een impasse. Een hele sterke en intensieve impasse met de Nederlandse regering. Maar het is niet met de Nederlandse bevolking of met Nederland als land. Duidelijk met een regering en bepaalde bewindslieden die de positie hebben genomen die ze hebben ingenomen. Maar we geloven dat er voldoende nuchtere goodwill is ook in Nederland om ook op basis van verantwoordelijkheid en op basis van de rechtsstatelijke orde die ook in Nederland nagestreefd wordt, dat de krachten, zowel de legale krachten als wel de maatschappelijke krachten, hun werk kunnen doen opdat wij deze tijd kunnen keren. En ik hoop ook dat de pers, voorlichting en informatie daarin een rol kan spelen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Dank meneer Eeman, dank u. Voordat u weggaat wil ik een aantal mededelingen nog. We hebben een persmap voor u klaar met afgaan informatie. En vervolgens hebben we hier in de. Después, terminar, el presidente lo retira y ti confiesa también la Holanda que está pendiente, que se pregunta, no se perpetua ahora del Haag, la pregunta de vosotros dirigir al profesor también o al profesor Mitocruz que está presente. Señor Eeman, te conocí la decisión de Holanda acaba, hubo una discusión también con el no de tomar un espacio para Aruba poner su endelang de una comisión. Ahora si no han decidido que todo lo dona espacio para poner nos gente en gobierno apuntar su gente en la comisión. Es aquí, aunque con la decisión tomar la Holanda, con un cabello, etc. ¿Cómo lo tomé? ¿Lo acepté todo con el cabello? ¿O lo dice no? ¿Lo tengo que quitar el cabello? Entonces, no se sigue papi ahora arriba la comisión con los candidatos y participante de Holanda a Libesaki. Como te vai tomar? Vou querer de hora aceitar a decisão de Holanda e pôr-lhe para Holanda e Holanda para Holanda? Como é que vai? Tem um par de coisas que eu tenho que suceder. E
reglen en lijnen die Reino missen bij worden rehabilita per me kunnen spossigi. Zeker men, hoe de schoon die gouverneur pa hou aan het begroten met de terminal die biaha, gouverneur tinko firma het presupuesto. In het meeste moment het besluit die Rijksministerraad pa toma om de schoon arriba algo kuta recarda nos derecho constitucional y nos derecho nan autónomo sin asigi e procedura nan ta ilegítimo que men ekabe aki tambe mester Wardo retira for di mesa y ora ei nos po bai back na e comisión manera nos acorda a base voluntario entre Aruba y Holanda pero pro me nos mester presupuesto firma manera que regla nan di constitución i reglan di statut te prescribi i nos mese kita fo di mesa un cabei ko wala introduci a base illegitimo caminda ku a pone ku interna pel ku mestera sigi no war reconosci i e camina di rex di razza state tampoco a war sigi sai che men ku impossible nos po accetta un decision ku ta impugna ku lei di un pregunta che ne andi chi ko ta passando notizie di corso. Tanto pisa, palabraciones así entre cuatro países del reino y según el estatuto de Aruba, gobierno holandés no tiene nada de visa para finanzas públicas de Aruba. Pero si algo va a robar con finanzas públicas de Aruba, ¿está Aruba me está responsable? Y relacionado que sea también, el gobernador de Aruba nega de firme presupuesto a base de Kiko, y no que firme presupuesto. Y si está Holanda, da una orden al gobernador para no firme presupuesto. En primer lugar, Holanda no está responsable para nos debenan, nos lagar así. Busco un consejo también a Ribesaki y el consejo de una oficina mundialmente reconocida avisa que según el reglamento del estatuto en ningún momento Holanda es responsable para nos debenan. Me sé, nunca puedo una excusa tampoco para Holanda intervenir en costa autónomo de Aruba. Gobernador actúa ilegítimamente, gobernador mester afirma el presupuesto del país Aruba y nos no puede pensar otro y nos va a mirar comunicado non, de representante de Holanda, el gobernador hace sei con consentimiento del gobierno de Reino, pero la hace de una manera con un estatuto y tampoco el reglamento del gobernador te permite y no está serio que te permite sobre que no por atene el presupuesto para el DG el ministerio sea firme of mandé para con el Rijksministerraad y lo casos de no por. Que me contestando y preguntan, tu redesión que voy a tomar en el tiempo en aquí, donde el Consejo de Reino está ilegal y Aruba definitivamente no está aceptado aquí. Ministro Presidente, buen día. Tengo interés en la situación aquí, mientras tanto, en Holanda, tuve la Cámara ya, mandó para pregunta para el Ministro Rutte. Ministro Rutte, manda un contexto para el primer imán desde que el primer imán cuatro días pasados durante la huelga de hambre, si es el caso no, Kiko Aruba está guardando de Holanda, en el sentido de contexto, y si Holanda también está bien arriba de la Cámara para por la atención del Ministro Rutte para traer una solución de impasse que presenta entre Aruba y Holanda. El sistema constitucional de nuestra ámbito, que ahora que el gobierno hace algo que no está correcto, o que en todo caso está en dirección que el Parlamento está preocupado, el Parlamento está acto. Y me estoy contento para mirar en el caso de Holanda, que el Parlamento acto de un weekend. Está importante para mirar que la pregunta que ahora es así, la pregunta que no únicamente viene de vocero que está en la comisión di Reinado para con el Greco Lassis en la segunda Cámara ambos di CDA y es un di D66 ahora sostení para el líder di fracción y todos los líderes de un partido también con algo hobby inusual que normalmente te word for so te hace la pregunta y cada un líder pone un nombre banda di es un di un word for para donar de conocer que para lo cual sucede aquí está algo con talanta hopi interrogatorio y un de dos cosas hopi remarcables está que a pesar que te reces no avisa con cualquier contexto dentro de 48 horas y consecuencia probable lo está también si no tiene contexto dentro de 48 horas o contexto no tiene satisfacción y es que lo sigue un debate público dentro de la Cámara arriba del tema aquí.
No hay ningún contexto y ningún sentido de preocupación tampoco. No hay ninguna comunicación entre Aruba, gobierno de Aruba y gobierno de Holanda. Así que siempre en comunicación, riba y línea nan, que es importante para la comunicación continua. Sobre propia vez, botahaya, el tipo de confrontación aquí en paz, nan, pero tengo que mantener la línea de comunicación abrir ahora que tiene recapacitación o tiene otro pensamiento, portar a pensar que por hacer cualquier cosa, Aruba y Aruba lo desdrumebó y lo que pasa arriba allí. Y nos, claramente, para nosotros aquí está un duor dai. Y el mensaje ahí también llega a Holanda. Buen día, ministro. Atualmente tem carta que está circulando que está indicado que boa pessoa e o ministro Wanda David Erskine está na favor para evoluir a respeito de 2004 de uma comissão independente. O que não se cumpre de boa de comissão independente? Sim, nós sabemos sempre uma comissão que está ordo instituir para Aruba e Holanda voluntariamente, a base de acordo e a ideia não se põe pessoa não que nós queremos que tenha expertise e que por tomar uma posição independente. Porque quem é uma pessoa independente é difícil para definir. Tem vez nós nombra um governador que está uma pessoa de um partido político como governador. Nós temos bem visto de dúvida que há momento que assumir e responsabilidade de governador com esta beira independente. Independente é difícil botar para mim como assumir um rol, pero bom, este tem sim é calibre, é sentido de moral e ética, é apreciação, e não se escolhe gente para pensar que no momento que não toma a posição, não por para arriba qualquer corrente político ou simpatia que não tem, a base de não qualidade não personal para portar independente. Um CFT não é independente no sentido que o Oro institui com a influência de Holanda, que sim, Corsó aceita 4 milhares para esse. Para nós, a CFT construiu-se não unicamente para ser independente ou não, não está aceitável, mas a construção é que men, que sempre é a última palavra do presupuesto de o país, lo nota o parlamento, pero o Reichs Ministerato. Isso aí, para Aruba, está entregado a essa parte, e isso aí, uma vista sobre o meu dead body. Primeiro ministro, bom dia. Ministro Plasterk, tu uma reação à minha ainda, avisando que, contrário a lo que o governo de Aruba lo avisa, salário de Antonar aqui na Aruba não está correndo perigo. O que está é a reação de primeiro ministro Ibrisaki? Quero que nós não avisa que o salário de amtenar não corre perigo, tem que ter e pressuposto no salário de amtenar só. Se o pressuposto não está aprovado, você chega no momento em que você tem obrigação e você não cumpre com a obrigação, então era o salário de amtenar, mas a placa que nós temos passa para a AZV, a placa que nós temos retenido no momento aqui de Tourism Funds, nós temos placa retenida de mercadeio de turismo de Aruba, nós temos placa retenida de AZV, como este percurar para o cuidado de nossa gente. Que men, isso é um mais evidente que o ministro Plasterk não está realizando, não unicamente que não violar regra não é fundamental de um processo de tomada de decisão de reino, mas com graves consequências da também de uma ação. Não se compreende que fora o primeiro-ministro que o primeiro Rutte não há dado nenhuma reação comparado com o ministro Plasterk, nenhuma mensagem foria tampouco? Não. Tem sinal for de nível de diferentes ministérios não relata na ministra na aqui em direção de Aruba que está dando um sinal sim de que a constatar que algo toca bem diferente que a espera na Kiko é sinal aqui lo conduzi de dia aqui minopobisa está hopegevend que tem algo de um sinal na nível E, pero
ainda hopi prematuro pa bisa Kiko e segnala anche lo desoreado in c'è. Mr. President, Feliz Mainta. Feliz Mainta. Magic. Magic. Elsa. Pregunta te lo siguiente. Después con miembro de tu de cámara, si pregunta en la empresa de Holanda, y Minister Plasterk, los que saben si Minister por hay algún señal con la oportuna contesta en términos de 48 horas con hora estipulada. No, no, no hay señal ahí, me te quiere decir algo más de... regla di procedere in tweede kamer, se non pone con anche era contesta 48 ore, mi da assumi che è stata un regla di tweede kamer, che non sempre non ta exige sei, però ora exige sei ta algo che dovrò rispettare. Lo straniami, se un reino ta den un impasse, un crisis di magnitudo anche, e pregunta un po' più contundente a loro sito di fraccione sommamente grande del Parlamento di Holanda, e pregunta non lo vuole contestare, per pregunta un po' più cardinale, posso venire a dire anche clarità, arriva a posizione con Aruba Atuma. Tocco per ben becchi, quello che è Hilario, contro quello che si viene a ricordarmi che non c'è un problema con chi Holanda pone in commissione. Il problema è che l'Olanda non tratta che Aruba pone delegato nella commissione. E per noi è naturalmente inaccettabile una commissione, ma questo è delegato di tutti i paesi. Ministro, non mi so, però mi chiede che ho più di essere fuori, sta puntando contatto e salute del ministro e chi con il ministro passa per il ministro per stop. Non scommessa che è l'ultimo. Se il governatore di Aruba firma presupposto 2014 e ora è in velga da stop. E sta un pressione